Goedemiddag allemaal. We hopen dat jullie ons allemaal kunnen horen. Mijn naam is Emiel Kouwenhoven van PGM & Co. En ik heet jullie bij deze van harte welkom op ons vierde webinar alweer. En zoals jullie weten is ons onderwerp duurzame inzetbaarheid. Hoe krijg ik mijn medewerkers op een gelukkige manier zo aan de slag dat ze ook tijdens het ouder worden ook nog heel erg gelukkig blijven? Nou, daar zouden we een hele theoretische exercitie over kunnen houden. Met allerlei artikelen, want er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar dat gaan we niet doen vandaag. We gaan het lekker praktisch houden. Zoals we ook bij PGM & Co. altijd wel gewend zijn. En daarom hebben we voor jullie twee hele speciale gasten uitgenodigd. Dat zijn Anneloes Franke en Paulien van Gurp. En die gaan zichzelf zo meteen nog iets uitgebreider voorstellen. En hebben jullie zin in, dames, vandaag? Ja, volgens mij wel. Mooi onderwerp. Ja, het is een prachtig onderwerp. Gelukkig ouder worden, ook op de werkvloer. Wij hebben een chatfunctie openstaan. En ik zal ook de chats bedienen. Omdat voornamelijk Anneloes en Paulien aan het werk gaan. We hebben ook een Q&A, dus vraag en antwoord. Dus als jullie vragen hebben, dan beantwoorden wij die vragen met heel veel plezier. We nemen het ook op. Dus als collega's of als je het zelf een keer wil nakijken, dan kan je het gewoon terugzien, ook via onze site. En jullie krijgen van ons allemaal als deelnemer ook nog een bedank-e-mail, waarin ook de link staat waarin je het webinar ook kunt terugkijken. Nou, het duurt ongeveer een uurtje, en maximaal. En dan is het tijd voor de donderdagmiddagborrel, dus we houden het op een uurtje. Mocht je vandaag nog niet buiten zijn geweest, zet je oortjes in en ga lekker naar buiten. En hou je mobiel dan even bij de hand, want dan kan je ook op het scherm zien wat voor mooie platen de dames ook allemaal laten zien. Nou, dus ik wens jullie heel veel plezier vandaag. En Anneloes, mag ik jou als eerste het woord geven, ja? Als het gaat over gelukkig ouder worden? Nou, zeker Emiel. Dankjewel voor deze mooie introductie. Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Anneloes Franke. Ik houd mij al heel lang bezig met dit onderwerp, duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. Ik behoor zelf nog niet tot deze doelgroep of in deze levensfase. Ik ben 41 jaar jong of oud. Ik heb nog twee jonge kinderen. Maar zoals ik al zei, ik hou me daar al wel 15 jaar mee bezig. Het is een beetje de rode draad in mijn leven geworden, senioriteit. En de afgelopen 10 jaar heb ik dat gedaan in de vorm van het bedrijf Doorwerkgever. En bij Doorwerkgever maakten wij doorwerken naar pensioen mogelijk voor mensen die dat willen en kunnen. Hè? Ontzettend belangrijk. En dat zijn er in Nederland steeds meer. Dat zijn er 1 op de 5. En het is eigenlijk vanuit die tijd dat wij tot het idee zijn gekomen voor het programma TIS, Toekomst in Zicht. Want wat zagen wij nou heel vaak bij mensen die in die levensfase naar pensioen zaten? Die maakten vaak hun keuzes na 9 maanden nadat ze met pensioen gingen. En toen wij hen vroegen van, ja, waarom wist je dat niet eerder? Had je het niet eerder in beeld? Zeiden ze bijna allemaal, ja, daar zijn we eigenlijk nooit heel bewust mee bezig gegaan. En er was ook niet zoveel voor. Dus nou, met die kennis hebben wij eigenlijk een nieuw programma ontwikkeld, TIS. Dus daar gaan we straks wat meer over vertellen. Maar we gaan jullie eerst even meenemen in het verhaal vooraf. Hè, waarom het nou belangrijk is om je bezig te houden met gelukkig ouder worden van je medewerker. Ik doe dit niet alleen. Want wat wij ook hebben ontdekt is dat het ook ontzettend belangrijk is om een stukje financieel inzicht te hebben. En wij merkten bij onze deelnemers dat dat ontbrak. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan naar een partner. En dat is Paulien. Paulien, zou jij jezelf even kunnen voorstellen? Ja, dat kan ik prima doen. Leuk dat jullie er zijn allemaal. Mijn naam is Paulien van Gurp. En mijn bedrijf is Prikkel Financieel Inzicht. Ja, wat je veel ziet met financieel inzicht. Mensen zijn meestal heel erg op zoek naar redenen om zich vooral niet met geldzaken bezig te houden. En meestal gaat dat ook vrij succesvol. Alleen wat je dan ziet is dat mensen veel aannames doen. Mijn pensioen zal wel slecht zijn, want dat hoor ik al jaren in de krant. Er zal wel niet zo heel veel kunnen. En het gevolg is dat mensen blijven zitten op hun plek. En dat is niet per se de beste plek. En daarom geven wij financieel inzicht over loopbaankeuzes, zodat mensen ook weten
Wat ik graag zou willen, kan ik dat ook? En wat je daarvan ziet, is dat er toch wel heel vaak veel meer mogelijk is dan dat mensen denken. En je ziet dus ook dat mensen daardoor echt in de actiestand komen. En wij denken dat de combinatie van nadenken over wat je zou willen en of je dat dan ook jezelf kan veroorloven, dat blijkt gewoon een hele goede combinatie te zijn. Ja. Dus dat is denk ik even voor nu. Oh, ik ben 47 en Anneloes zal zo uitleggen waarom dat voor mij goed nieuws is. Nee. Dus volgens mij Anneloes... Maar gaan jullie ook nog uitleggen hoe dat is voor 45-jarigen? Ja, daar komen we zo ook nog even op terug. Ik denk dat Floortje hoort van Anneloes. Dank je. Ik ga mijn scherm delen met jullie. Als het goed is, even kijken. Gaan we dat zo doen? Dank je, Miel. Als het goed is, zien jullie. Als ik check eventjes bij de techniek. Ja, helemaal oké. Okay. Nou, goed. Ja, we hadden een uitgebreide introductie gedaan van onszelf. Ouder worden, hè? Beetje cliché, maar we willen het allemaal, maar niet zijn. En Pauline en ik, die stellen ons altijd eerst de vraag af aan iedereen. Ja, ouder, wat is dat nou eigenlijk? Wanneer noem je nou iemand ouder? Wanneer ben je dat? Als ik dat nou aan jou vraag, Pauline. Nou, dan zei ik vroeger dat 20 al heel oud was, of 30, dan was je echt wel heel oud. Maar tegenwoordig zeg ik dat je zo oud bent als je jezelf voelt. Heel mooi. Ja, ja. Voor jou, Emiel, ouder, wanneer ben je dat? Ik vond toen ik 30 was dat ik ook echt in een nieuwe fase terecht kwam. Maar dat had ik ook weer toen ik 40 werd. En zeker na de eerste paar nachten nadat mijn zoontje geboren werd, toen voelde ik me ook al vrij oud. Dus ik denk dat het een beetje te maken heeft met een pittige levensfase in je leven. Dat je denkt, ja, kan ik dit nog aan qua leeftijd? Maar ja, ik vind iemand van 80 nu wel oud. Ja. Vroeger vond ik iemand van 50 oud. Dus, ja, dat is mooi, hè? Het schuift steeds op. Ja, het is wel van invloed, hè, leeftijd, op ons welbevinden. Op ons mentale en ons fysieke welbevinden. Dus ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd naar de kennis van jullie hierin. En dan kijk ik even, Emiel, aan hoe we dat het beste kunnen doen. Want volgens mij zitten jullie allemaal op de chat. Ja. Dus als je het leuk vindt, zou je het antwoord willen geven op de chat. Iemand, nemen nou de fysieke vermogens na het 45ste levensjaar af? Even kijken. Ja, ja, ja. Bij mij wel, zegt Frans. Ja, 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 ja. Maar je kan er wel iets mee. Dat is wel een hele mooie. Ja, van Gerrit. Door de bank genomen. Ellen zegt ook ja. Het gaat hard met de ja's. Ja, nee. En ik denk zelf ook ja. Jij denkt ook ja, ja. Helaas, dat is ook waar. Na het 45ste levensjaar gaat het allemaal iets achteruit. Dat merken we met de manier waarop we leren. Onze spierkracht. Jullie zitten allemaal in de zorg, dus jullie zullen dat wellicht ook wel heel goed weten. Ons zicht neemt wat af, ons gehoor neemt wat af. Dus het heeft invloed, maar ik hoorde net ook het goede antwoord er al tussen zitten. Dat kan gecompenseerd worden. Ja, en er wordt ook gezegd door Monique vanaf 25. En Gerrit zegt dat het steeds meer piept en kraakt. Herkenbaar soms, ja. Ja. Hey, en dan de volgende, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Deze. Zijn oudere medewerkers nu vaker ziek dan dat jongere medewerkers dat zijn? Nee, bij ons niet. Nee. Wel meestal langer. Niet zomaar vanzelfsprekend. Wel langer. Wel twee keer langer. Dus daar zal een kern van waarheid in zitten waarschijnlijk. Ja. Nee. Nee, vooral in de leeftijd tussen de 25 en de 40, zeg maar. Heel goed, jullie hebben de data goed in beeld. Helemaal juist. Ja, oudere medewerkers zijn zeker niet vaker ziek. Maar als ze ziek zijn, is de kans op arbeidsongeschiktheid groter naarmate de leeftijd toeneemt. Dus heel goed, jeetje. Nou, nog twee hebben we er. Hebben oudere medewerkers meer moeite met het verwerken van nieuwe informatie dan jongere collega's? Als je ouder wordt, vind je het lastiger om nieuwe informatie te nemen. Nieuwe informatie. En Rieke zegt ja. Te nemen. Ella zegt ook ja. Lisa zegt ja. Gerrit zegt nee. Wel als het gaat om IT-aangelegenheden, knipoog. Ligt eraan wat je moet verwerken. Nee, soms wel, soms niet. Het wordt lastiger, maar als je veel leert, gaat het wel goed. Ja. Over het algemeen wel, geldt voor mij zeker ja en nee.
Ja, ligt aan een soort informatie, maar de informatieve informatie zeker. Nee, klopt. Zolang ze actief blijven, blijft het leuk. Zit er ook wat in? Het is, ja, ik hoor allemaal goede antwoorden horen we hier. Ja, het antwoord is wel ja, maar dit valt te compenseren simpelweg door dat stuk kennis en ervaring. Dus wat je dat merkt op de werkvloer, het verschil, dat is vaak minimaal. En dan nog de laatste, dit is ook wel een leuke. Neemt die intelligentie af met de leeftijd? Nee. Nee. Wordt nee, 3 keer nee, 4 keer nee, 5 keer nee. Ik ben bang van wel. Ik heb daar geen last van. Nee, ik denk het niet. Nee, wijsheid komt met de jaren, toch? Kijk. Oh ja, dat is een goeie. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, wijsheid en intelligentie, dat is ook wel een verschil, hè? Mooi. Ja, dat is ook zo. Ja, absoluut. Ja. Allemaal mooie antwoorden. Eigenlijk klopt het allemaal. De intelligentie neemt pas af na ons 80ste levensjaar. Dus het is zo tussen ons 40ste en onze 80ste levensjaar is eigenlijk de werking van onze brein blijft gewoon gelijk, mits we die conditie op peil houden. Dus hetzelfde als met dat lijf, hè, gezond eten, bewegen, is dat ook zo met je mind. Als je voldoende uitgedaagd blijft en je blijft ontwikkelen en blijft leren, dan is er tot aan je 80ste niets aan de hand. Dus dat is goed nieuws. Ja. Hoopvol. Yeah. Ja, en wat wij zien hè, in Nederland, en dat zien we ook in heel veel landen om ons heen, is dat we eigenlijk met z'n allen steeds ouder worden en steeds langer leven. En dat heeft er ook voor gezorgd dat er een hele nieuwe levensfase bij is gekomen. En dat wordt ook wel de derde levensfase genoemd. Hè. En dat is eigenlijk de levensfase vanaf een jaar of 55, 60 jaar tot aan die zorgafhankelijkheid. En onze overheid noemt dat ook wel het geschenk van de eeuw. Waarom doen ze dat? Want zij zeggen eigenlijk, ja, als maatschappij laten we mensen in deze levensfase nog redelijk onbenut. Nou, daar zijn de meningen wel verdeeld over. En dan nog meer goed nieuws. Want naarmate je ouder wordt, schijnbaar worden we ook steeds gelukkiger. En dat is ook wel de bekende U-curve. En dat heeft natuurlijk, er zijn ontzettend veel onderzoek over geweest. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat naarmate je ouder wordt, je over het algemeen meer tevreden bent, je minder druk maakt om kleine dingen. En Paulien moet altijd hier heel hard om lachen, want Paulien zit met haar 47 jaar ergens onderaan die curve. Maar dat is ook heel hoopvol. Het wordt alleen maar beter. Moet er nog naartoe. Oh, okay. Ja, ik neem jullie eventjes mee over nog die groep van die derde, die in die derde levensfase zit. Hè. Gewoon even om een beeld te geven. Hè. Dus we doen het eventjes, we kijken dat even maatschappelijk hè, in het land en dan gaan we eens even naar de organisatie toe. Want om wie gaat het nu eigenlijk? In 2020 bestond deze groep uit meer dan 3,5 miljoen mensen. En hier zijn echt mensen vanaf 65 jaar gemeten, maar het geeft wel een goed beeld. En we zitten natuurlijk in de vergrijzing, hè, al heel wat jaren, maar we zijn er nog lang niet. Want die piek gaat ergens in 2040 komen. En dan zijn we er met 4,6 miljoen. Dus dat is een groei van 30%. Hè? Realiseer je dat? En realiseer je ook, ik vertelde het net al, dat de levensverwachting is steeds hoger. Hè? Dus mensen die nu 65 jaar zijn, mannen leven gemiddeld nog 19 jaar en vrouwen, het sterkere geslacht, leven hè, nog iets langer. En ook hier helaas, is bekend uit veel onderzoeken, is het dus van invloed of je lager of hoger opgeleid bent. De hoger opgeleide leven nog wat langer. En hoe ervaren zij zelf zeg maar hun gezondheid, hè? Dus over het algemeen zeggen mannen vanaf 65 jaar, nou, ik verwacht dat ik nog zo'n 12 jaar in een goede gezondheid kan leven. En vrouwen die schatten dat nog iets hoger in. Dus dat is het beeld, zeg maar, wat mensen hebben. En dat is ook wat we zien. Er zit een groot verschil in inkomsten. Zo'n 25% zit echt aan de onderkant. En we zien de andere 25% zit echt aan de bovenkant, hè? Het verhaal over de bekende rijkere babyboomer. Dat is enorm, er zit een enorme verschil in. Wat doen mensen? Heel veel van hen is verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Hè, dus sowieso niet maatschappelijk een rol. 43%. We zien ook dat laagopgeleiden over het algemeen wat later met pensioen gaan dan met hoogopgeleiden. Dat is financiële motivatie. En we zien dat zo'n 10% van deze groep 65-jarigen echt nog betaald werk doet. En dat wordt natuurlijk wel steeds hoger.
En dan nog even het beeld van wie, wat voor zorg wordt er nou afgenomen. Hè? Heel vaak bestaat er namelijk het beeld dat naarmate je ouder wordt, er heel veel zorg afnemen. Maar dat is heel erg onjuist. 84% doet dat totaal niet. Dus het gaat in verhouding maar om een hele kleine groep mensen die zorg afneemt in deze levensfase. En dat is van 65 tot overlijden. Tot aan overlijden, ja. Oh, zo kan je er naar kijken. Ja. Ja, en een andere veelgemaakte fout wat wij horen, Paulien, is dat we het zo vaak met z'n allen hebben over de ouderen. Terwijl ja, de ouderen bestaat natuurlijk echt niet. Juist die onderling, die verschillen in deze levensfase zijn zoveel groter dan de levensfase waar wij bijvoorbeeld met z'n drieën in zitten. Goed om je daar bewust van te zijn. En dan heb ik een staartje en dan ga ik even heel snel doorheen, want dit is wel wat wij heel erg herkennen, ook wel bij de deelnemers in ons programma. Want wij zien dat zo'n 75% van de mensen vallen onder zorgwensen en proactieve. En wat dat eigenlijk zegt, deze mensen geven aan dat nemen van eigen regie, wat zo ontzettend belangrijk is in het leven, maar zeker ook in deze fase, dat lukt mij wel. En het zijn over het algemeen de mensen die ook wat hoger opgeleid zijn, een betere gezondheid ervaren, financieel het vaak wat beter hebben. En daartegenover zien we de groep, en dat vormt samen de kwart, hè, die 10 plus 16%, afwachtende en machteloze, klinkt wat negatief, maar met name die afwachtende, die 10%, die vindt het ontzettend moeilijk om eigen regie te nemen. En die laat eigenlijk zijn lot heel erg in handen, legt die van of hè, in dit geval jouw werkgever of van de maatschappij. Weet je, niet goed of fout, je moet je nu niet helemaal vastpinnen, maar dit is wel het beeld wat ook wij herkennen in het... En nemen ze dan niet de eigen regie voor hun gezondheid of voor hun werksituatie? Ja, voor hun leven. Hè? Daar is hier naar gekeken. Maar dat geldt dus zeker op de werkvloer. Dat zien wij ook. Er zijn echt een kwart mensen die vinden dat ontzettend moeilijk. En die verwachten dat hun werkgever hen faciliteert en in actie komt. Zo moet je daar eigenlijk naar kijken. Maar wat misschien nog wel belangrijker is dan die verschillen, dat zijn de overeenkomsten. Want wat wij ook zien is dat mensen in deze levensfase worden verbonden door de volgende drie dingen. En dat is die autonomie, vinden wij ook belangrijk. Maar naarmate we ouder worden, vinden we dat steeds belangrijker. Die verbondenheid, hè? We vinden het steeds belangrijker om een onderdeel uit te willen maken van iets. Hè? Goed over nadenken, ook als straks echt die pensioenfase eraan komt. Hè? Werk geeft een status en identiteit. Wie ben je dan straks? Hè? Hoe ga je die verbondenheid vinden? En van betekenis willen zijn. Naarmate we ouder worden, vinden we dat steeds belangrijker. En dat is wat mensen heel erg verbindt. Ja, maar waarom we dan toch niet van het ouder worden houden? Hè? Want volgens mij, als je het ons vraagt, is dat er gewoon echt aan de hand. Heeft iemand een idee? Wil iemand dat nog eventjes met ons delen? Waarom houden we daar niet van in Nederland? Waarom houden we niet van ouder worden? Ik kan het gewoon kwijt in de chat. Als jij weet waarom je niet van ouder... Mensen willen jong en vitaal blijven. Ouder worden wordt geassocieerd met uitgerangeerd zijn. Bang voor afhankelijkheid. Zo. Besef dat je gezondheid je grootste goed is. Absoluut. Ja, voor alle goede antwoorden. Ja. Dat is het echt, hè? Die beeldvorming, hè? Ja, beeld dat je niets meer kan. Niet meer meetellen ook. Ik hou er niet van omdat ik geconfronteerd word met de dingen die ik niet meer kan. En dan niet genoeg kijk naar wat wel kan. Ja. Mooi, helemaal waar. Maar ik vertelde het net al ook in die cijfers. Hè? 84% ontleent of neemt geen zorg af. En het is maar slechts 16%. En dat is ook wat er in onze beeldvorming gebeurt. Hè? Dus wij laten dat ouder worden. Heeft voor ons het beeld van aftakeling en verval. Terwijl de mensen die echt zorgbehoevend en daar echt last van hebben, is relatief gezien maar een hele kleine groep. Maar dit is wat zo in onze cultuur zit. En ik vertelde, ik ben getrouwd met een Indische man. En mijn Indische zwagers van 60 plus, die vinden dat een status. Die vinden dat helemaal fantastisch om ouder te worden. Dus het is ook hoe wij er zelf naar kijken. En wat wij daar met z'n allen van maken. Hè? En ergens hè, vinden wij, daar hebben ze ook een beetje achterlijke obsessie voor de jeugd. Zien wij bij vaak jonge meiden en jonge jongens. Wat is dan toch dat geheim? Ja, het geheim van gelukkig ouder worden. Hè? Ja, maar waarom lukt nou de ene dat veel beter? Of wat is beter, maar dan de andere? Daar ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar. Want jullie geven echt zulke rake antwoorden. Iemand nog even op de chat? Wat is het geheim van gelukkig ouder worden? En wat is dan gelukkig ouder worden? Maar hè, dan neem je het plaatje in je hoofd van iemand waarvan je denkt... Ja, zo zou ik ook ouder willen worden. Waarom lukt de ene dat nou wel? Eigen regie nemen. Ja. Berusting. Ik neem aan berusting in het feit dat je ouder wordt.
Als je je leven en werk naar eigen wens kunt inrichten. Acceptatie en eigen regie, goede gezondheid. Als relativeren je goed afgaat. Ja, acceptatie, ja. Blijven bewegen, gezond eten en alles uit het leven halen. Ja, mooie antwoorden. Eigenaarschap op het leven houden, genieten van de dingen. Eigen regie, die komt wel steeds terug. Ja. Gewoon dat je zelf dan aan het stuur blijft zitten van je eigen leven. Ja, mooi. Mooi, ja. Ja, helemaal waar. Alle antwoorden zijn goed, want het is inderdaad... Goeie genen. Helpt ook. Ja. Maar het gaat vooral, en ik heb dat hier helemaal voorbij zien komen, het gaat vooral om het accepteren en omarmen van wie en wat je nu bent op dat moment. Dat is de hele crux. En dat klinkt, en net als dat eigen regie, dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke makkelijk, maar dat is het helemaal niet. Dat is hard werken. Oh, maar dit is ook wel serieus een ander antwoord, hè? Dus dat wat je nu bent, dat oké is. En niet wat je, dus ik word ouder. Nee, je bent nu 40 geworden, dus je bent daar nu oké mee. Nou, daar moet je nu oké mee zijn, want je gaat ook niet jonger worden en je mag hopen dat je ouder wordt, hè? Dat willen we allemaal. Ja. En dat is eigenlijk de hele crux, hè? Maar heel dat, zen, eigenlijk. Heel zen. Ja. En wat ook helpt, en daar hebben we eigenlijk als TIS zijn ook onze hele methodiek omheen gebouwd, hè, is rekening houden met de volgende ingrediënten. Wij noemen dat ook wel de 3 R van gelukkig ouder worden, maar dat is inderdaad, we hoorden hem al, die regie, die relatie, hè, die sociale contacten, die echte nauwe sociale contacten, zo essentieel. Niet voor niks dat eenzaamheid op weer echte oudere leeftijd maatschappelijk zo'n grote uitdaging is, hè. En relevantie, ertoe blijven doen op een manier die voor jou belangrijk is. Uiteraard in combinatie met een stukje beweging en een stukje voeding, maar dan kunnen we een hele andere sessie daarover houden. Maar als je hier bewust mee bezig bent en hier steeds op weet te anticiperen, dat gaat je enorm helpen in de manier waarop je ouder gaat worden. Ik krijg nog een leuke vraag van of een statement van Ella. Die zegt, ja, dat kan je wel zeggen over accepteren over het nu, maar dat geldt toch eigenlijk voor elke fase? Wat ook zo is. Alleen, ja, wat we net zeiden, dat je cultureel bepaalt. Dat cultureel vaak bepaalt dat ouder worden te maken heeft met een beeld dat je er niet meer toe doet. Ja, dat is nogal een beeld als je dat terugkrijgt. Ja, en dat is het beeld wat we onszelf opleggen. Maar Ella, volgens mij, Ella, je hebt helemaal gelijk. Want dit is natuurlijk gewoon de hele crux van het leven. Ja. En dat is, weet je, dat is natuurlijk met gelukkig ouder worden ook zo. Daar is niet één simpele truc voor of één handboek voor. Nee, dat. Het is inderdaad gewoon hoe je in het leven staat. Ja. Ja, heel veel gepraat over dat gelukkig ouder worden. Hè. En waarom is dat nou zo belangrijk in de rol voor jou als werkgever? Hè? Want in die rol doen jullie natuurlijk mee nu aan deze sessie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat containerbegrip. Hè, want dat is het inmiddels wel geworden, duurzame inzetbaarheid. Maar als je het ons vraagt, is dat niks anders dan gewoon werkend, met plezier en zo gezond mogelijk, gewoon die pensioenleeftijd halen. Ja, en wat kan jij daar nu aan doen, hè, als werkgever? Hoe kan jij daar nou jouw medewerker in ondersteunen? Zoals met alles in het leven. Ook geen rocket science, maar begin gewoon met het creëren van die bewustwording. En dan is het heel goed om dit te weten en dit je te realiseren. En dit zijn eigenlijk alle factoren waarom iemand geneigd is om eerder te stoppen met werken. En dat is uiteraard een stukje eigen gezondheid. Heb je maar beperkte invloed op in de rol van werkgever. Maar ik las van de week wel dat eigenlijk de leidinggevende gewoon moet kunnen zeggen dat je te dik bent. Ja. Op nu.nl. Dat is misschien best spannend. Best spannend als we dat gaan doen. Ja. En vergeet ook niet dat achter dik zijn vaak een hele andere iets. Hè? Niet alleen voeding natuurlijk ligt. Maar... is wel van belang. Financiële situatie weet Paulien alles van. Hè? Mensen hebben het echt gewoon niet in beeld. En uiteindelijk, eerder stoppen is ook ontzettend duur voor veel niet mogelijk. De mening van de partner. Realiseer je, dat hebben wij natuurlijk bij doorgegeven altijd gezien, dat de nummer 2 reden waarom mensen doorwerken naar pensioen is de partner. Dus ja, wil iemand dat je graag wat meer thuis bent of juist dat je niet thuis komt? De werkdruk, hoe wordt die ervaren nog op dat moment? Maar, en het volgende, onwijs belangrijk. Hoe is eigenlijk die relatie met die leidinggevende? Wordt iemand gewaardeerd? Wordt hij gesteund, gezien, begrepen in deze levensfase? En ook, heeft iemand voldoende uitdaging, hè, en betekenisvol werk? Een bore-out is misschien nog wel een groter risico vaak dan een burn-out. Dus wat wij echt heel veel zien, een bore-out. Een stukje techniek inderdaad. Kan iemand meekomen? Ja, dat kan echt prima. Alleen, je leert op een andere manier...
Dus als je daar bewust van bent als werkgever, dan kan je daar ook wat mee. Ja. Ja, en weer die beeldvorming. Hè? Hoe wordt er eigenlijk bij jou in de organisatie gedacht, hè, en gekeken naar oudere medewerkers en daarover gepraat? Hoe is dat bij jullie gesteld? Ik heb wel een spannend punt. Ja. En dat gaat dan specifiek over de sector zorg en welzijn. Mm-hmm. Want ik spreek namelijk best wel vaak met mensen, vooral HR-professionals en HR-managers, die werken in zorg en welzijn. En als het dan gaat over waardering leidinggevende, de span of control van leidinggevende, vooral in de sector zorg en welzijn, is vrij groot. Ja. Dus hoe kan ik als werkgever, als leidinggevende, met 80 mensen in mijn, onder mijn hoede, hoe kan ik die alle aandacht geven die ze nodig hebben om uiteindelijk dat gebrek aan steun toch te kunnen compenseren? Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ons publiek, hoe die daarmee omgaan. Ja, ook een leuke vraag. Komt een bore-out in de zorg vaak voor? Nee, mooie vraag. Ja. Nee, ja, dat zijn natuurlijk hele grote span of controls die ze in de zorg hebben. Dus en, ja, weet je, daar zal je ook dingen voor in moeten regelen of organiseren. Ja. Dat er wel gesproken wordt met mensen, dat soort... Nou, wat ik wel hoor, is dat mensen afhaken. Ja. Dus dat door het afhaken doe je niet meer mee. Ja. En dan krijg je een cirkel van bore-out, want je doet toch al niet meer mee. Dus dan krijg je ook dat mensen dat niet meer... En dan wordt het een self-fulfilling prophecy ook. Dat is wat er gebeurt. Ja. Zie je in de zorg overigens hele goede opmerkingen, zie je dat inderdaad veel minder. Wat je in de zorg wel heel veel ziet, is dat juist ook die ervaren oude medewerker zegt, ja, maar die leidinggevende van mij, jongen, die zitten tot hier, zitten ze in ellende. Ik ga ze toch niet lastigvallen met mijn zorgen of mijn twijfels. Weet je, en dat zie je heel vaak. Het zijn natuurlijk over het algemeen, hoef jullie niet te vertellen, zijn mensen met een heel sociaal profiel, want anders werk je ook niet in die zorgen. Heel loyaal aan de cliënt of aan de collega's. Dus alles zullen ze doen om dat werk door te laten gaan. En ze zullen daardoor minder met zichzelf bezig te zijn. Ja. En juist dat stukje, die bewustwording, en leren dat juist met jezelf bezig zijn, dat juist ook heel goed is voor de werkgever en voor de cliënten. Dat is echt wat we in de zorg als grootste uitdaging zien. Ik stel je een puntje, werktaken zou je anders kunnen organiseren door je leidinggevende. Ja. Dus neem een oudere medewerker die specifieke taken van jou kan overnemen. Dus dan krijg je als het ware een soort van coach op de afdeling, hè? Dus een wat ervaren of een mentorrol. Want ik denk dat Jenny dat bedoelt. Dat je een soort van mentorschap krijgt van iemand die dan gewoon genoeg heeft. Ja, dat is moeilijk hoor, Emiel, want daar moeten we mee oppassen. Hè? Want we willen allemaal wel coach of buddy of mentor worden, maar het werk moet gewoon gedaan worden. Dus dat is vaak ook niet mogelijk. Maar het is wel, en ik kom daar zo meteen nog even op terug, heel belangrijk, Jenny, om inderdaad naar die taakrelatie te kijken of naar dat takenpakket. Ja. En mensen moeten ook zich vrij voelen om daar het gesprek over aan te kunnen gaan. Hè? Dat überhaupt mogelijk is. Daar begint het weer bij in het kader van die bewustwording. Ja, we hadden het al over het rijtje van de harde en zachte dimensies. We zien gewoon nog heel vaak in organisaties dat er gekeken wordt. Ja, ouder worden gaat ook daar met de verminderde lichamelijke gezondheid, cognitief gaan we achteruit. En een oudere medewerker wordt wel altijd gewaardeerd om een stukje ervaring en kennis, loyaliteit. Maar ja, zoals met alles in het leven, zijn die harde dimensies worden gewoon altijd nog steeds zwaarder gewogen dan de zachte. En dat is echt ontzettend jammer. En daardoor houden we met elkaar, jij gaf het net al heel mooi aan, Emiel, dat cirkeltje in stand, hè. Want als we er negatief over zijn, voelen mensen zich op dat zijspoor gezet. Zijn ze ook minder geneigd om zich misschien nog te ontwikkelen wat ze best zouden willen. Hè? En dat leidt uiteindelijk weer tot het vervroegd uittreden. En dit is ook nog altijd even heel belangrijk om je dit te realiseren. Hè? Want wat is nou de rol van werk in een bepaalde levensfase? En hier zie je in de levensfase waar nou toevallig wij met z'n drieën zitten. Maar die is echt heel anders. Hè? Voor ons is het vaak... en het geeft ons houvast. Hè? We zijn heel erg nog bezig met een stukje carrière maken. We hebben ook wel kinderen of niet. Hè? Maar er gebeurt heel veel in ons leven op dit moment. En je ziet bij de 55-plussers, en dat is echt wat wij herkennen op de werkvloer, zie je heel vaak twee groepen ontstaan. Je ziet of die hele prettige, ervaren senior medewerker, die er is voor het grotere geheel, het onwijs leuk vindt om zijn kennis over te dragen. De status wordt minder. Tegenover die toch wel de oudere medewerker die het wat lastiger vindt om mee te gaan met de veranderingen. We hebben het altijd zo gedaan. Weer een nieuwe leidinggevende. Weer een nieuw plan voor 7 jaar. We hebben het allemaal al gezien. En die daar gewoon ook niet meer zoveel zin in hebben. Heel veel weerstand. Dus die tweedeling zien we heel vaak. Niet goed of fout, hè, maar goed om daar bewust van te zijn.
Ja, en wat kan je nou echt doen? En daarvoor maken wij altijd gebruik van dit model van professor Annette Lange. Want we hebben een heuse professor voor succesvol ouder worden op het werk in Nederland. En dit is ook wat ik in de 15 jaar dat ik dit nu doe echt heb gezien. Er zijn eigenlijk maar 4 dingen, dat is ook gelijk het goede nieuws, wat je echt kan doen en wat werkt. En dat is met elkaar kijken naar dat ontwerp van werk. Ik hoorde het al, die taken inderdaad. Hoe ervaart iemand nou zijn taak? Is iets te zwaar of juist niet te zwaar? Wordt hij inderdaad toch cognitief voldoende uitgedaagd? Dat je gaat daar nou eens het gesprek over. En zorg ook dat je als organisatie dat er kenbaar wordt gemaakt wat er mogelijk is. Hè? Het tweede aspect, en dat zien we als nummer 1, die relatie met die leidinggevende. Inderdaad, de beeldvorming van de leidinggevende. Hoe kijkt hij naar de ouder wordende medewerker? Maar ook, is hij in staat op een manier leiding te geven wat heel erg past bij deze levensfase? En dat is echt heel anders dan weer bij jongeren. Hè? Dus we hebben net het hele rijtje gehad, maar dat van betekenis zijn of die kennis overdragen, of, dat is veel belangrijker in deze levensfase. Dus wees daar bewust van als leidinggevende. En hoe zit dat eigenlijk met die relatie? En dan heb je een derde element, en dat zit in je eigen pakketten en je HRM-instrumenten en eigenlijk alles wat bijdraagt aan het vitaliseren. Vind ik wel vaak ingewikkeld, maar dat draagt bij aan het succesvol ouder worden op het werk. Dus dat is ook echt iets wat je kan blijven inzetten. Ja, en dan vierde, daar heb je hem weer, hè? Zelfmanagement, eigen regie. En hoe kan je dat nou faciliteren als werkgever? Want de een heeft dat gewoon veel meer van zichzelf dan van de ander. Nou, en daarmee denken wij met ons programma, hè, met Tis en Prikkel, echt wel een invulling en impact mee te kunnen maken. Ik heb nog 1 vraag die binnenkomt. En dan, ik denk dat het gaat over de vorige slide met de 2 typen die je schetst over van, nou, hoe kijk je nou? En dat is, ik denk dat het deze slide is, deze. Ja. Zie je dan verschil in opleidingsniveau van de 2 typen die je schetst? Oh, dat is echt een hele mooie vraag. Nee, hierin niet. Dat is echt grappig. Nee, nul invloed. Nee, dat was maar ook mijn eerste woord. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je 80% rechts zit en 20% van je tijd iets meer tevreden bent. Maar... Nee. Het is de hoogte van de opleiding is niet van invloed. We zien wel andere vraagstukken. Hè? Dus even als voorbeeld geven, want we praten nu natuurlijk met de zorg. Maar wij zitten bijvoorbeeld ook bij de universiteit, bij de Erasmus. En dat professoren willen heel graag heel lang doorwerken. En die maken zich echt ontzettend zorgen natuurlijk over dat levenswerk en dat overdragen van die kennis en ervaring. Dus die hebben weer een hele andere soort vraagstukken. Ja. Interessant. Ja, ons programma, hè? Ja, zelfmanagement. Ja, wat beloven wij en wat doen wij? Eigenlijk wat medewerkers bij ons doen, ze maken gewoon hun complete, totale toekomstplan. Op basis van wie zij zijn, proberen we inzicht te geven van, nou, wat zou jij nu nog willen om met plezier aan het werk te blijven? Heb je al een beeld wanneer je met pensioen zou willen en kunnen, hè? Ontzettend belangrijk. Ja. En ben je al toe om misschien al een beetje na te denken over het leven daarna? Nou, en deze plannen zijn natuurlijk helemaal niks waard en blijft bij dromen als we dat ook niet weten door te rekenen. Dus dat is wat Paulien doet. Ja, dus eigenlijk wat je zegt, je bent in een organisatie werkzaam. Je bent daar een leidinggevende of HR-manager of misschien wel case manager of iets dergelijks. En je zegt van ja, ik zie dus in mijn organisatie dat ouder wordende mensen niet per definitie allemaal gelukkig aan het werk zijn. Ik heb een vraagstuk op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Ik zou daar graag op willen interveneren. Wat kan ik doen? Dan zeg je van ja, er zit een stukje relatie met je manager in. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat je jouw medewerkers nou zelf aan het stuur zet? Dat is de vraag. Dat is natuurlijk het hele vraagstuk. En waarbij je wel heel erg zou moeten willen waken voor die interventies. Hè? Want wat we heel vaak zien is dat er wel interventies aangeboden voor mensen, worden voor mensen in deze levensfase als er al iets aan de hand is. Ja. En de kunst, hè, want we hebben het hier over duurzame inzetbaarheid, is dat je dat natuurlijk juist preventief doet. Hè. Het is voor iedereen goed om gewoon na te denken over je toekomst. Hè. Want als je 60 bent, heb je nog gemiddeld een loopbaan van 7 jaar. Hè. Dat is een enorme tijd. Weet je, of begin hier eigenlijk op een 55ste mee. Je moet dat gewoon 1 keer in de zoveel tijd doen. En ook als je ouder wordt, juist als je ouder wordt. Ja.
Nou ja, dus ik gaf inderdaad al aan. Nou, en wat zien wij nou, hè, bij onze deelnemers? Hè? Wij zien dat zo'n 20% van de mensen, ook wij zien dat, hè, wil doorwerken. En dat zien we in de zorg echt van een stuk minder, hoor. Dat is ook heel eerlijk. En we zien dat 40% gewoon echt aangeeft, ja, maar ik zou gewoon zo graag eerder willen stoppen. En eerder stoppen, dat kan ook een jaar zijn, hè. En wat we steeds meer zien, zijn echt maar de variatie erin, hè. De varianten of geleidelijk wat minder werken. Want eerder stoppen, dat gaat Paulien zo vertellen, is gewoon ontzettend duur. En wat wij ook zien, en daar ben ik elke keer weer schrik ik daarvan, is dat 50% van mensen die al boven de 60 zijn, heeft gewoon geen inzicht in die financiën. Ja, en dat is echt wel schrikbarend. En het is natuurlijk ook niet een onderwerp waar we heel vaak met z'n allen over hebben. Maar ja, als we het niet weten, weten we ook niet wat er mogelijk is. Nee. Ja, dat is op totaal, ja, op zich voor mij niet zo verbazend. Nee. Want ik dacht dagelijks mensen die alles proberen te doen om weg te komen van het onderwerp. En eigenlijk de meest gehoorde feedback nadat mensen een gesprek bij ons gehad hebben is, had ik dit maar eerder gedaan. Dus dat geeft wel aan, zeg maar, hoe belangrijk het is. Eigenlijk de grootste, en Annelies zei het al, toch helaas, de meeste mensen willen toch wel graag eerder stoppen met werken. Dat is in ieder geval een wens die veel mensen hebben, maar ja, is eigenlijk bijna niet mogelijk, tenzij je gewoon goed gespaard hebt, dan is dat heel wel mogelijk. En doorwerken naar pensioen, nou, dat is een scenario wat niet heel populair is bij ons om dat door te rekenen. Maar ja, ik geloof daar zelf best wel in. Maar met name, zeg maar, in zo'n alles daartussenin scenario is gewoon, denk ik, ook gewoon voor organisaties gewoon een hele goede. En voor mensen, hè, want je hebt toch nog een soort overgangsfase tussen je werkende leven en na pensioen. 7 dagen weekend moet je ook maar tegen kunnen. Hè? Ja. En ook voor organisaties die volgens mij nog heel erg geholpen zijn met mensen die gewoon toch nog een paar dagen in de week komen werken. Dat zou wat mij betreft echt meer de toekomst moeten zijn. Ja, wat ik jou hoor zeggen, wat we heel vaak zien is, creëer, het zou zo mooi zijn, hè, als je als starter op de arbeidsmarkt komt, hè, als potentieel, dan is er van alles mogelijk, hè, qua traineeships. Maar waarom doe je dat niet, zeg maar, voor de 55-plus of voor de 60er jaar? Een soort hele mooie landingsfase. Ga het nou eens met elkaar vormgeven. Wat heb je nog nodig? Hoe ben jij nog van waarde? Wat wil je niet meer? Dat zou natuurlijk verder heel mooi zijn. Ja, dat soort regelingen zijn er ook wel steeds meer. Ik heb hier even de belangrijkste cao's op een rijtje gezet. Wat even onhandig was, de VVT-cao is nu natuurlijk net vorige week is daar een handelingsakkoord over gekomen. Dus maar inhoudelijk had ik daar niet de laatste informatie van. Daar zie je natuurlijk wel een aantal dingen verschijnen en dat zie je ook in de GGZ. Dus je ziet daar balansregelingen komen waarin mensen ofwel geld krijgen of kunnen sparen met verlof, waarin ze dat in kunnen zetten. Belangrijk is natuurlijk de vervroegde uitredenregeling voor mensen die 45 jaar in de zorg en welzijn hebben gewerkt, waarvan dan 20 jaar in een zwaar beroep. Dat zie je in de GGZ, dat die regeling eigenlijk op dit moment alleen in individuele gevallen toegepast kan worden. Maar daar zit weer een generatiepact in de regeling. Ja. Dus dat is dan weer zo'n regeling waarbij je 80% werkt voor 90% loon, maar wel met 100% pensioenopbouw. Ja. Dus dat zijn van die regelingen die kan inzetten voor de invulling van de scenario's. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of hier veel gebruik van gemaakt wordt. Is dat even leuk om dat te vragen? Ja, en ik krijg nog even twee vragen. Ja. Vanuit arbeidsmarktprobleem zou ik graag meer mensen willen die langer willen werken. Ja, ja. Er zijn ook allerlei berekeningen over. Van als de part-timers nou 1 dagje meer zouden werken, dan zou het probleem opgelost worden. En de vraag was, is de gehandicaptenzorg ook in beeld? Want jullie hebben VVT en GGZ nu eventjes als beschikbare regeling aangegeven. Die heb ik niet zo nu paraat, maar die kunnen we wel. Jullie, wat ik weet van jullie, is dat jullie alle regelingen van de hele sector en van alle sectoren ook gewoon En het is ook een goede vraag ook, hè? Want wat wij vaak denken van, joh, je zet het in een cao en dan weten mensen het wel. Nee. Er zijn een paar mensen die de CAO lezen en dan niet, zeg maar. En dat is zo zonde, want ja, ook bijvoorbeeld wat in de pensioenregeling zit natuurlijk, deeltijdpensioen is ook gewoon een optie die voor kan helpen. Dus dat zijn toch wel allemaal regelingen. Maar je moet daar gewoon veel meer voor doen, want mensen gaan niet uit zichzelf daarin rekenen, zeg maar. Ik krijg een vraag van de kraamzorg. Eigenlijk, alle regelingen hebben jullie in het vizier, omdat... Dat vind ik wel prettig ook. En daarom is het ook handig goed bij Grimmenko om met jullie samen te werken. Want dan hoeven wij niet al die regelingen bij te houden. Al is het natuurlijk voor ons pensioenregelingen ook wel redelijk dicht bij huis. Ja.
Maar toch, het is handig dat jullie het zo op een overzichtelijke manier in kaart kunnen brengen. Ja, ja. En ik zal er misschien zo nog wel vertellen over hoe we dat doen. Want ik denk dat dat goed is om dat te doen. Kijk ook even naar de tijd. Ja, en de zwaar, ja, we zitten wel goed in de tijd. Ja, dat is heel goed. Maar dat is inderdaad goed om dat te realiseren, want dat maakt heel veel uit. En wat, wat er bij ons uitkomt, bij deelnemers die aan dit programma doen, hè. Mensen hebben echt helemaal geen idee wat er allemaal mogelijk is. En het is allemaal beschikbaar in een CAO, op internet. Maar dit is echt heel goed om je dat te realiseren. Ze weten de weg niet op, of ze durven niet. Ze gaan onderling met elkaar over praten en doen daardoor eigenlijk allemaal aannames. Hè? Dus alleen al gewoon een stukje weten is vaak al genoeg, hè, om dat te faciliteren. Ja, nou even dan kort nemen jullie mee in ons programma. Hè. Wat gaan mensen dan doen bij ons? Het bestaat eigenlijk uit 4 stappen. Hè. We beginnen met het maken van een persoonlijk profiel. Om ook, zeg maar, uiteindelijk het tweede onderdeel, de TIS-talk. Dat is het hebben van zo'n coachingsgesprek, om daar dat ook wat meer structuur te geven. Dus met behulp van 4 online vragenlijsten brengen we interesses in kaart van mensen. En we brengen in kaart wat iemands gedragsvoorkeuren zijn. Hè? Dus hoe neem je nou besluit? Is dat meer vanuit hart of hoofd? Hoe kijk je naar de wereld? Wat is nou jouw voorkeur qua leefstijl? Dat zijn eigenlijk dingen om... Het is heel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Is altijd belangrijk, maar ook in deze fase van het leven. En wat mij elke keer weer opvalt, is dat hoe weinig mensen... En we zijn nu ook in de zorg heel veel bezig. Hoe weinig mensen dit soort dingen echt ervaring mee hebben. Hè? Je kent jezelf natuurlijk wel, zeker ook wel wat je interesseert. Maar dit is zo benoemd te zien, dat wordt enorm gewaardeerd. Hè? We krijgen heel vaak terug een soort gebruiksaanwijzing of zo van mezelf. Ja, nou, dat is best lekker als je dat hebt. Ja, en wat we dan doen, en daardoor ben ik wel onder de indruk van het profiel wat wij gebruiken. Want we zijn helemaal niet van kleurtjes en hokjes denken, moet je heel erg mee oppassen. Maar wij kijken echt naar het grotere geheel van mensen. En wij brengen bijvoorbeeld ook de capaciteit in kaart. En dat gebruiken we dan als een dialoogtool. Dus we halen op die manier heel eenvoudig per capaciteit eruit van... Nou, hoe ervaar je het nu? Waar zou je nou meer mee willen doen? En waar zou je nou minder mee willen doen? En dan vervolgens, hoe kan jij daar eigen regie op pakken? En waarom is dat zo voor jou? Dus het doel van het maken van zo'n profiel is om in het tweede onderdeel... met een van de inmiddels 35 TIS-talkers die we hiervoor hebben opgeleid... om daar echt heel gericht naar te kijken. Dus dan is inderdaad, ze maken het profiel. Dan is daar een gesprek van zo'n 1,5 uur. Dat mag op locatie bij jullie of online. Dat is maar net wat mensen prettig vinden met alle coronatoestanden. Dan ga ik nog verder. Dan vervolgens ontvangen mensen ook een boekwerk thuis om een toekomstplan te maken. Moet je niet heel veel groter maken dan dat het is. Maar uiteindelijk, het is superbelangrijk dat mensen gemotiveerd worden om echt aan de slag te gaan met wat op te schrijven. Hè? Wie schrijft, die blijft, hebben wij vroeger al geleerd. En dat kunnen ze allemaal doen in dit boek. En wat heel fijn daarbij is, is dat die coach, die blijft zo'n 1,5 jaar nog beschikbaar om ook echt die stok achter de deur te zijn. Joh, weet je, wij hebben deze inzichten met elkaar opgedaan. Dit is wat jij graag zou willen. Dat heb je in je toekomstplan geschreven. Van dan en dan ga jij dat doen. En laat me nou eens weten hoe het ermee staat. Het is natuurlijk ontzettend fijn om dat te hebben. Nou, dus toekomstplan, toekomstscenario's uitgeschreven met elkaar. Mag ook in 1 zin. En dan gaan ze naar Paulien, naar jouw financieel adviseur. En dat is ook heel eng. Dat vinden mensen vaak heel spannend, ja. Maar dat, achteraf valt het dus eigenlijk heel vaak heel erg mee. En dat, waar we gewoon heel erg rekening houden met menselijk gedrag als het gaat over geldzaken. Ik bedoel, we zien ook dat heel veel mensen vinden het moeilijk om dat vaak alleen te doen. En dat is niet zozeer omdat ze het niet kunnen, maar vaak meer omdat ze er niet zo'n zin in hebben. Ja. Of het fijn vinden om even met een expert ernaar te kijken. Het zijn toch grote vragen. En je ziet ook, PFZW heeft een hele mooie pensioenportal. Hè? Die ziet er echt gewoon, als je kijkt in de markt, en ik zie er veel, ziet die er echt goed uit. Maar ook daar zie je dat mensen dat gewoon spannend vinden om dat alleen te doen. Dus je ziet dat de helft van de mensen vindt het fijn om met iemand te sparren. Die heeft zelf echt wel een keer gerekend. En die denkt, nou, volgens mij zou dit wel ongeveer moeten kunnen. Maar vindt het toch fijn dat een professional even meedenkt. Of mensen hebben echt geen idee. Nee. En dan helpt die professional gewoon dat in kaart te brengen. En dat doen we eigenlijk in een pakweg een gesprek van 1 uur. Mensen kunnen daar voorbereiding op aanleveren als ze dat willen.
Dat kan op verschillende manieren. Dat kan digitaal of dat kan of mensen leggen wat papieren klaar. En eigenlijk in een dik uur maken we gewoon een beeld van iemand van, nou, wat is nou het bedrag wat jij nodig hebt om goed van te kunnen leven? Het leven te leven zoals je dat nu ook doet. En op welk moment in de tijd heb je dat? En welke keuzes zijn er dan? Kan je meedoen met de generatiepact? Kan je meedoen met een erfenuurregeling? En daar krijgen mensen ook weer een verslag van. Ja, dus het is eigenlijk, ik heb mijn TIS-talk gedaan. Ik heb een plannetje samen met de coach vormgegeven. En voor zich, ja, ik zou eigenlijk wel niet op mijn 67e willen stoppen met werken, maar op mijn 65e. Want dan wil ik dit en dit gaan doen. En ik wil tussentijds straks ook nog een reisje gaan maken. En ik heb overwaarde op mijn woning. En ik heb ook nog wat spaargeld staan. En dan komen ze in een gesprek met een prikkeladviseur. En die heeft in een uur tijd, krijg je in beeld. Ja, eigenlijk je totale beeld. Hè? Dus dat is gewoon inclusief een eventuele partner. Dat is ook je huissituatie meegenomen. Eventuele lijfrentes die je hebt. Dus eigenlijk gewoon het totale beeld. Want dat is eigenlijk wat je nodig hebt om keuzes te kunnen maken. Dus dat is wat mensen in dat uur En het is denk ik ook goed om het te realiseren in het kader van die duurzame inzetbaarheid. Dat vaak mensen het idee hebben dat ze eerder met pensioen willen. Eerder willen stoppen. Omdat er ook geen ander alternatief is. Hè? En als je de regelingen laat zien en die doorberekent, dan is het in het kader van die bewustwording. Als mensen misschien geleidelijk wat minder kunnen werken, zijn ze ook nog wel geneigd om misschien ook nog wat langer door te gaan. Dat is wat we steeds meer zien. Dus het is gewoon vaak het niet weten. Ja, het is niet weten en ook dan geen controle hebben. En als je ziet dat het kan wat je wil, dan geeft dat vaak meer ruimte. Maar ook, ik kan geen geld maken, hè? Dus wij komen ook mensen tegen die eigenlijk, voor wie het eigenlijk fijn zou zijn en wellicht ook voor de organisatie wel, dat het fijn zou zijn dat ze wat eerder kunnen stoppen, maar dat er geen geld is. Dus dan heb je toch met elkaar, ook als leidinggevende, is het uitkomst van het gesprek dat je een ander gesprek met elkaar aan moet. Want dan is het risico op langdurig ziekteverzuim natuurlijk heel erg groot. En hoe fijn is het om daar toch van tevoren dan al mee bezig te kunnen zijn als organisatie, om daarmee die enorme kostenpost van ziekteverzuim en management aandacht te kunnen voorkomen. Ja, en hoe fijn is het dan? Ja, ik kom zo, wacht even, dat is natuurlijk te doen. Ja. Ik ga hier, want dan zou deze plaat ook wel meenemen naar je leidinggevende. En zeggen, joh, hier zit mijn capaciteit, hier zit mijn voorkeur. Ja. Zullen we samen daar eens naar gaan kijken? Ja, en daar is precies dat boek voor, hè, wat Anneloes... Dat is exact wat het is. Hè. Dus ik maak me af en dan gaan we de chat doen. Want het is belangrijk om wel te weten, dit is er voor die medewerker. Alles wat er gezegd en gedaan wordt, is echt persoonlijk, hè, en anoniem. En dat komt er ook vaak uit, wat wij heel erg stimuleren, want uiteindelijk moet je het samen doen, is om met behulp van dat plan daar nou eens het gesprek mee aan te gaan met die leidinggevende of later ook wel eens HR. En dat is zo fijn als je ze daarin helpt voorbereiden, want een gesprek hierover voeren maakt je ook kwetsbaar. Hè? Vinden heel veel mensen het ontzettend spannend. Ja. Ja, heb je iets leuks op de chat? Ja, ik kreeg een vraag over de kosten van deze dienstverlening. Ja. En daar gaan we zeker ook op terugkomen. Want het prikkelgesprek bieden wij als PGM&Co al een tijdje aan. En dat heet bij ons de geldcoach. En dan krijg je via prikkel. Ja. En we hebben sinds kort ook toekomstinzicht en prikkel samen. Daarmee gaan we ook naar werkgevers toe in zorg en welzijn. Zeggen van, kijk eens wat dit voor mogelijkheden biedt om mensen in jouw organisatie gelukkig ouder te laten worden. Nou ja, de vraag wordt hier beantwoord. Wordt hierbij beantwoord, want wat is natuurlijk ook ontzettend lang. Wat kost het nou? Het is dus een programma met een doorlooptijd van zo'n 6 tot 8 weken. En daarvoor krijgen dus mensen het persoonlijk profiel, die coachingsgesprek, het financieel gesprek met Pauline, haar adviseur. Daar krijgen ze een rapport voor en daarmee hebben ze eigenlijk een compleet toekomstplan in een boekwerk. En vervolgens is die coach nog 6 maanden beschikbaar om ook echt dit traject te bewaken. En het kost inderdaad €895 ex de BTW. Wat denk ik nog even waardevol is om erbij te zetten. Hoe zet je dit nou in? Hè? Dat is misschien nog wel belangrijk. Want wij zien dat eigenlijk op 2 manieren. Dus wij zien dat of organisaties dit aanbieden als een soort interventietool. Hè? Dus er is al iets aan de hand. Hè? Iemand heeft al ergens moeite mee. Ja. Daar is het ook geschikt voor. Maar als je er echt impact mee wil maken en het voor duurzame inzetbaarheid wil gebruiken en een voorstander bent voor die positieve beeldvorming, dan is het natuurlijk veel mooier om te zeggen, joh, voor alle 55, 66-jarigen hebben we zoiets. Hè? Ik bedoel, het mogen ook andere instrumenten erbij zijn, maar
om het dus vanuit het positieve te benaderen, vanuit waardering voor wat jullie en wie jullie nog zijn. En we willen zo lang mogelijk met elkaar door, dat is het belang van ons allemaal. Hebben wij nu een nieuw programma om gewoon eens bewust te gaan kijken naar je toekomst. Ja, ja en ik vind het mooi om te zien, want het zijn twee echt totaal verschillende scenario's. Waarbij je bij twee gaat kijken, ja, meer planmatig zet je hem in. Ja. En ja. Wat je ook kan zeggen, van ja, ik zou eigenlijk eerst dat toekomst in zicht programma willen inzetten. En vervolgens even kijken of dat het financieel allemaal berekend moet worden. Of andersom. Ja, ik heb al mensen die weten wat ze willen. Maar dan wil ik eigenlijk alleen maar dat financiële weten. Nou, dat is, lijkt mij ook allebei mogelijk. Maar ja, samen ziet het er wel uit als een mooi compleet pakket om te gaan. Ja. Kijk, en nog maar, het is een instrument. Vind ik altijd super belangrijk even om te zeggen. Van uiteindelijk zou het een onderdeel moeten zijn van die bredere aanpak, hè, van duurzame inzetbaarheid. En zet je dit in als een instrument. En wat we ook vaak zien, zo zou je het ook kunnen gebruiken, als je het echt aan een grotere groep medewerkers zou kunnen doen, hè, dat noemen wij de pilot aanpak, zien wij vaak, dan zouden wij ook de data die hier uitkomt, hè, dus gewenste toekomstscenario's, tegen welke vraagstukken of dingen lopen mensen nou in deze levensfase, die kunnen wij delen in een rapportage. En dan heb je ook een hele mooie nulmeting als organisatie, om te kijken van nou welke interventies, of wat ik nu heb, zou ik kunnen inzetten voor mensen in deze levensfase. Want het is vaak ook niet veel ingewikkelder. Hè? Heel veel dingen bestaan al. Het is ook een kwestie van hoe je het neerzet. Biedt het ook aan als een programma voor dit leven? Ja, want ik ken ook wel een paar van die systemen en testjes die je erin kunt doen om bijvoorbeeld je competenties en je wensen en van je afdeling in kaart te brengen. Maar hiermee doe je dat eigenlijk al op een bepaalde manier. Ja, en ook dan in combinatie met die enorme span of control in de zorg. Hè? Ja, waardoor als je dat voor 80 mensen zelf moet doen, ja, weet je, wij kunnen je daarbij helpen als je dat. Ja, dat is leuk. En ik kreeg ook een vraag van, nou, vanaf welke leeftijd zou je dit dan aanbieden? Volgens mij heb je er iets over verteld, maar kan je daar nog concreet antwoord op geven? Ja, vanaf 55 jaar. En dit is natuurlijk uiteindelijk wat dit brengt, zou je in elke levensfase moeten doen, hè? Laten we wel wezen. Maar wij zijn echt gericht met onze kennis en ervaring op mensen in deze levensfase. En het is ook een beetje afhankelijk van waarom iemand meedoet. Hè? Dus wil iemand juist inderdaad bepalen wanneer het beste pensioenmoment is? Of wil die juist denken, ja, ik heb nog 10 jaar, ik wil echt nog wel misschien wel een loopbaanswitch of zo. Daar zou je dit ook voor kunnen inzetten. Ja, dat is wel leuk, want dat is een mooi haakje naar de volgende vraag. Monique die vraagt van, ja, kan dit dan ook vallen onder een meerkeuze arbeidsvoorwaarden? En heb ik als werkgever, kan ik hier ook bijvoorbeeld fiscaal voordeel krijgen als ik dit inzet? Ik weet wel dat dit subsidies, onder subsidieregeling valt, dat hier subsidies voor beschikbaar zijn. Maar fiscaal voordeel... Ik weet dat wij hebben met Prikkel, want vaak zitten de opleidingen zijn vaak wel in het kader van, die zijn vaak wel dat je die netto mag verstrekken, zonder dat gebruikt hoeft te worden. Bij financieel inzicht zit dat nog wat lastiger, omdat de overheid nog niet zo ver is om toe te geven dat geld ook te maken heeft met loopbaankeuzes. En wij hebben een ruling van de fiscus dat het vrij verstrekt mag worden, dus dat zit er wel. Dus de combinatie werkt dan ook. En Paulien benoemde het net al, hè, die MJ. Hè? Ja, dat is natuurlijk wel iets wat op sectorspecifiek niveau gedaan moet worden. Maar daar is natuurlijk veel geld beschikbaar om initiatieven die duurzaam de sector, duurzaam inzetbaarheid in de sector bevorderen te doen. Maar dat ligt op de tafel van sociaal partners wordt ook over gesproken, zeker bijvoorbeeld ook in de GGZ. Ja, en naast dat ik deze vraag natuurlijk hartstikke goed begrijp, omdat je zit dat met een jaar budget als organisatie. Maar aan de andere kant, als dit jou helpt om ouderen gelukkiger aan het werk te houden, maar ook uit het arbeidsongeschiktheids... Dan is de business case natuurlijk heel snel gemaakt. Dan nog steeds moet je daar wel budget voor hebben. Ja, zeker. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, mag ik een vraag nog aan jullie stellen? Van, hoeveel mensen in deze levensfase bij jullie maakt ook echt gebruik van zijn budget? Van zijn ontwikkelbudget? Monique? Het wisselt natuurlijk een beetje per se. Iedereen mag beantwoorden. Iedereen die daar een antwoord op wil geven. Dus wordt er nog veel gebruik gemaakt door 65-jarigen, door opleiding en ontwikkeling?
Ik maak er wel gebruik van. Els. Super. Weinig? Ja, zie je vaak, hè, dat het gewoon toch niet, ook niet, om, niet, nee. niet bekend. Ik zag toevallig in de regeling van de balansbudget dat er, wat daar goed in is, zeg maar, dat er elke juli bepaald moet worden hoe je dat geld wil inzetten. Dus dat is het goede nieuws. Alleen een van de opties. Het geld is bedoeld voor opleiding, maar mensen mogen het ook in bruto loon laten uitkeren. Ja. Nou, ik weet wel waar het zijn uitkeren. Ja, het geld wordt gewoon uitgekeerd. En dat is ook niet erg, hè? Bedoel, ik snap het. Het is ook menselijk gedrag. Ja. Alleen je bereikt er niet altijd mee wat je... Nee, dat je doet niet mee. En is dat meestal alleen verplichte trainingen die er worden gedaan. Ja. En bij ons wordt er ook gebruik van gemaakt wel. En dan hier wordt gezegd nauwelijks, heel functie-relateerd. Ja. Weinig persoonlijke ontwikkeling. Ja. Zelf hoor ik wel eens terug dat het vaak de opleidingen kosten tijd. Mm-hmm. En we hebben het nou hartstikke druk. Ja. En zeker ook bij HR managers zelf. Die zeggen van ik heb gewoon niet zoveel tijd voor persoonlijke ontwikkeling. Ik heb gewoon hartstikke druk. Ja. Dus dat is wel... Dat is interessant. Nee, dat is herkenbaar ook. Hè? Dus, herkenbaar. Dat is nog een vraagje van Nicolien. Over wat bedoel je met dat het van fiscus verstrekt mag worden? Bedoel je dat het dan niet extra belast hoeft te worden? Ja, dan moet ik het altijd even goed zeggen. Normaliter is het zo dat alles wat je aan de werknemer geeft, dat dat in principe loon is en dat dat dus bruto uitgekeerd moet worden wanneer er dus belasting over betaald moet worden. En als je dus afspraken hebt met de fiscus, een ruling heet dat, dan kan je dus onder voorwaarden, kan je dus dat gewoon netto verstrekken. Dus dan hoeft er geen belasting over betaald worden. Dus als ik aan mijn werknemers, als ik ze naar jullie lang stuur en ik betaal daar een bedrag voor, dat bedrag wordt niet gezien als inkomen. Nee, dat blijft natuurlijk de fiscus. Ja. Hè? De fiscus die zal nooit helemaal 100% alles aftikken. Maar maar dat is niet erg. Nou, prachtig. Ja, nou, misschien is het tijd om de sheets af te zetten. Ja. Dan hebben de mensen aan te kijken. Maar wel leuk. We gaan jullie nog even aankijken. Interessant. Moeten wij dan zelf met onze fiscus even kijken? Oh, daar gaan we. Moeten we een keer een webinar met de fiscus halen? Dan worden het een hele leuke vragen. Dan hebben we geen onderzoek. Moeten wij dat zelf met onze fiscus bespreken of is dat automatisch bij jullie aanbod? Dat zit automatisch bij ons in ons aanbod, maar je zal het ook even met de fiscalist in je huis moeten bespreken. Als die er vragen. Ja, als die er vragen. Ja, heel goed. Ja. Nou, wat we sowieso gaan doen, krijg een dankjewel van Nicole. Ja. Wat we sowieso gaan doen is aan de hand van dit webinar krijgt iedereen die het mee heeft gedaan, maar sowieso die zich ingeschreven heeft, een bedankmail met daarin de link naar de opname, maar ook een link naar meer informatie over het aanbod. Ja, en we hebben ook een heel aanbod voor een pilot om het gewoon eens te proberen. Want je ziet, wij kunnen best wel leuk vertellen samen. Vond ik ook, ja. Ja, met z'n drieën. Maar het is altijd fijner om het zelf te ervaren, zeg maar. Dus, dat hebben we... zo gemaakt dat het je weinig tijd hoeft te kosten. Die gewoon schaars is. Mooi. Ja. We hebben nog een paar minuutjes voor één vraag. Dus mocht er nog één vraag zijn bij de kijkers en de luisteraars, dan zou ik die heel graag nu gesteld willen hebben. Want dan kunnen we daar nog even een mooi antwoord op geven. Ik denk dat het hartstikke duidelijk is. Okay. Ja, precies. Nou ja. We hopen dat we... Dank, heel interessant. Krijgen we de presentatie ook? De vraag. Ja, zullen we die... Ja hoor, misschien dat we even een samenvatting van kunnen maken. Wordt het ook wat makkelijker lees. Het zijn wel heel veel sheets. Het zijn best wel veel sheets. Maar ik denk dat we vooral hopen dat we een goed beeld hebben kunnen neerzetten. Waar het nou eigenlijk echt om gaat en wat werkt. Hartstikke mooi. Ja, ik wil jullie enorm bedanken. En we gaan zo meteen even een borrel drinken hiernaast. En ik wil vooral jullie als kijker ook hartelijk bedanken voor de tijd die jullie genomen hebben om in te prikken op dit webinar. Ik hoop dat jullie het hartstikke interessant vonden. Ik vond het fantastisch om het te doen. En hopelijk tot de volgende keer. En dankjewel. Absoluut. Dank jullie wel. Fijne avond. Dag.